dan gaan we hier alweer op pad. En dan is het Romano Hummel die een hele beste stap neemt. En dan voor Mark Bijshuizen. Die is de bocht al. Maar die Bijshuizen die komt gewoon helemaal langs die kant heen. Die heeft er straks aan de kant niet aan. Die zag daar Yannick de Jong hetzelfde doen. Die denkt, dat kan ik ook. Bijshuizen aan de laan in Hummel op 2-0. De 5 van Demi en die verschuurt. De 11 van Raymond Huizinga. En hier zouden we stad nummer 15, onze grote vriendin uit Appingedam, Inge Slachter, die hier ook haar medetjes netjes maakt, hoor. Overgekomen uit die 125 categorie. Inge Slachter dus. Bijshuizen, Hummel. En dat is het Raymond Huizinga en Inge Slachter. En dan zijn die beide mannen hier aan de kop van het veldrijden alweer in aantocht. Zo snel gaat het, want ja, die mannen die liggen er een tempo hier, hoor. Het is Bijshuizen aan de leiding. Romano Hummel op die tweede plaats. Dan is het even wachten op even te zien. Daar is hij. Dan krijgen we de helft van Raymond Huizinga. En dan moet Inge nog even doorfietsen. Inge die moet nog even doorfietsen. Hummel die nog aan de buitenkant wat probeert. Het is Bijshuizen die het hier hebt voor Romano Hummel. Oh, en die Terschuur. Terschuur die glijdt er hier vanaf. Terschuur glijdt er vanaf en die gooit hem bij je derde plaats zo door het puntje heen. Dan krijgen we nog de binnenkomst van de elf van Raymond Huizinga. En Inge Slachter die kan er ook mooi tussendoor. En daar komt ze aan. Inge Slachter, zij gaat hier ook nog een paar punten ophalen.